SP-Kamerlid Sandra Beckerman gaat komende zaterdag in gesprek met bewoners van het Zwanenveld. Verschillende bewoners zitten opgescheept met schimmel op de muur en ratten in de tuin. Beckerman geeft woningcorporatie Portaal de schuld en de bewoners eisen een renovatie van hun huis. Portaal zegt in reactie dat vocht- en tochtproblemen een veel voorkomend probleem bij oudere sociale huurwoningen zijn. Uit hun rapportages blijken geen bijzonderheden bij de woningen in Zwanenveld. Hans Vonk, Stan Valks, Ted van Leeuwen, Kees van Wonderen, Teun Jacobs. Allemaal worden ze genoemd als de nieuwe technisch directeur van NEC. Die is nodig omdat eind juni Edwin de Cruijff, momenteel verantwoordelijk voor het technisch beleid, bij de club zal vertrekken. NEC houdt vooralsnog de kaken stijf op elkaar, maar mogelijk wordt maandag al de nieuwe TD bekendgemaakt. Nijmegen maakt zich op voor Velo City, de grootste fietsconferentie ter wereld. Tussen 13 en 16 juni staan Nijmegen en Arnhem in het teken van innovaties en vernieuwingen rondom het fietsen. In 2016 vond de conferentie plaats in de Taiwanese hoofdstad Taipei en in 2018 is Rio de Janeiro aan de beurt. De keuze voor de Arnhem-Nijmegen-regio is niet zo gek, want niet alleen staat Nederland internationaal bekend als fietsland bij uitstek, ook is juist in deze regio het fietsen goed georganiseerd met de vele fietspaden, snelfietsroutes en talloze fietsvoorzieningen.